heet u? Fred. Wilt u al vanaf kleins af aan vrachtwagenchauffeur worden? Ja, vanaf mijn 10e. En waarom? Omdat ik het leuk vind om een grote auto te rijden. Hoe oud was u toen u uw rijbewijs had gehaald voor de vrachtwagen? 26. En waarom is de vrachtwagen zo groot? Nou, omdat er een grote motor zit en hij moet hele zware dingen kunnen trekken. Dus dan moet het allemaal wat zwaarder zijn, anders gaat het allemaal kapot als het te licht is. En hoe zwaar is de vrachtwagen ongeveer? Deze vrachtwagen zoals u nu staat weegt 20.000 kilo. Dat is veel. Hoe heet dat apparaatje? Dat heet een 27 MC bakkie. Dat is gemaakt dat je met andere chauffeurs kan praten onderweg. Oké. En waarom zijn er zoveel knopjes? Nou, omdat er een heleboel dingen in deze vrachtwagen zitten die je kan gebruiken. Voor binnenverlichting, buitenverlichting, elektrische ramen, voor de kachel. En ook alle lampen die moet je aan en uit kunnen zetten. En vandaar al die knopjes in die auto zitten. Dus het is best moeilijk om ze allemaal om te weten wat het is. Nou, in het begin had ik er moeite mee. Maar als je eenmaal een tijdje rijdt, dan weet je dat allemaal. Dan weet je waar ieder knopje voor is. Dus dan is het wel makkelijk. Maar voor een vreemde is het even moeilijk, al die knopjes. En rijdt u altijd alleen? Nee. Ik heb altijd een hondje bij me. Die heet Kaya. En die gaat altijd met me mee. En zomers doen we ook met gehandicapten. Dan gaan we ze een leuke dag bezorgen. Dan mogen ze mee. En dan gaan we met een heleboel vrachtwagens rondrijden. Heeft u wel eens een ongeluk meegemaakt? Ja, dat heb ik wel eens een keer meegemaakt in België. Een paar vrachtwagens op elkaar gereden. Waren er ook ambulances of politie en die dingen erbij gekomen? Ja, er was politie, ambulance, brandweer was er. Toen zat iemand vast in de auto en die moesten ze eruit knippen. Eruit knippen? Wat is dat? Nou, dan komt de brandweer met een hele grote schaar en die knipt dan de deur eruit. Zodat ze de gewonde meneer eruit kunnen halen zonder dat ze hem bewegen. En wat vervoert u meestal? Meestal vervoer ik noodvangrail. Dat is als ze aan het werk zijn aan de weg en ze hebben de gewone vangrail weggehaald. Dan zetten wij iets neer dat de mensen er veilig achter kunnen werken als een auto tegenaan rijdt.